deelnemers aan Mooi Enschede wil ik Marianne een groot compliment geven voor deze fantastische expositie. Ja, niet daarachter. Een winkel erf, doos niet schema, een bakker, een blokker, een kruid, wat een hema. En ik denk bij mezelf, dit kan Enschede zijn. Ik zie een boulevard, maar nergens zie een groot MST, een dicht V&D. En ik denk bij mezelf, dit zal Enschede zijn. Een artes conservatorium dat de jazz de deur uit deed. Vreemde interpretatie van muziekstad Enschede. En de voetbalclub heeft slecht gepresteerd door wanbeleid op een harna gedegradeerd. En Alhambra dan. Net als de Bijenkorf, ze mochten er niet meer zijn. En ik denk bij mezelf, wordt deze stad me te klein. Maar ik zie wel steeds minder lege gebouwen. En dan is het niet zo moeilijk meer om van die stad te houden. Uiteindelijk is Enschede best wel mooi. Ook door Marianne Nijhuis, haar platform idee, dat geeft de stad allure en betekenis mee. Ook al spreekt men in Hengelo van nijverheid, we raken ons gebeuren echt niet kwijt. Want wat Hengelo beweert, allemaal best, wij zien dat dorp als Enschede West. En al lijkt het een zooi, wij vinden Enschede mooi. En mooi Enschede is Enschede's, en dat vinden we mooi. Vanmiddag zag ik dat. Veel mooie vrouwen, veel mooie kunst en nog een soortje ongeregeld van kerels tussen. Daaroverheen zweef de vraag: mooi Enschede. Hoe is Enschede zo mooi geworden? Het antwoord is heel eenvoudig. Wil je het weten? Ga 's morgens vroeg naar het bus- en treinstation en zie ze daar arriveren. De meisjes uit Glanen, de meisjes uit Glanenbrug, de meisjes uit Buurzen, de meisjes uit Borne, uit Bornebroek, uit Senderen, de meisjes uit Geerdijk, Jongerenveld, Vriezenveen, de meisjes uit Geesten, de meisjes uit Wagenhoek, Delderen, noem maar op, stad als leeg. En al die meisjes zitten in die bussen een beetje te suffen nog, en dan opeens komen ze Enschede in. Dan springen de deuren en de ramen van de treinen en de bussen spontaan open. En al die schoonheid die in die bus verborgen is, rolt dan naar buiten toe. Verkwikt de straat, verkwikt de mensen. En die meisjes, die gaan op pad in de stad. Die gaan naar de winkel, die gaan naar het ziekenhuis, die gaan naar de school, die gaan naar de drogisterij, die gaan naar de winkelschil en winkelschil. In ieder geval, er wordt gewerkt. Door de meisjes, uit Glanen, uit Glanenbrug, uit Buurs, noem maar op. En dat doen ze sowieso ook ingekomen, zo fel, dat de stad steeds meer gaat groeien van al die schoonheid. En dan staan ze achter de machines of achter hun röntgen. Maken ze foto's van ons, hè? En ze groeien in schoonheid de hele dag door. Het komt ook door hun mooie jurkjes van. Het komt die jurkjes tegenwoordig vandaan, ik weet het niet meer. Het komt door hun mooie spijkers, maar zeggen. Primark. En ook hun spijkerbroeken en hun hemdjes en ook nog die onnoembare mooie dingen. Ik weet niet of ik praat nog maar wel aan dat ding. Hoe noem je dat? De haartjes, de slipjes, noem maar op. Ook die werd allemaal toe aan hun schoonheid. En die is gewoon in de straat na. En zij werkte maar. En dan tussendoor gaan ze naar de kantine. Er is een kaartje voor, er is een sleutelgeld. Maar je legt vroeger daar zelf dingen mee. Karamelk of zeurtermelk. Of
een bakje sla zo in de tuin, een tomaatje erop. Tegenwoordig is het allemaal wat excentrieker. Er wordt wat kans overheen, een sapje overheen, een deel daar overheen. Er moet schoonheid overheen, vooral schoonheid moet overheen. En die meisjes die eten zich schoonheid, dus heel schoon. Dan poetsen ze hun schoenen nog even op, ze poetsen hun brilglazen nog even op, en dan gaan ze weer naar het werk. En ze blijven die sapjes steeds schoner maken. En wij genieten ervan, want meisjes uit de buurt, uit Vlaanderen, door zijn wel, de Friese heen, er worden gevochten door iedereen. En dan zeggen ze graag mee, maar toch, ze vechten voor een hoger doel. Ze vechten voor jou en voor jou. Ze willen elke keer van die kinderen aan hun haar staan en zeggen van, kijk, mooi 10 haar, nu maar 10 beetje, en die kinderen zo denken en zo. En dan blijven ze weg uit de stad. Maar de stad is veerkrachtig. De stad die tegen nieuwe meisjes aan, godzijdank, ze blijven mooi hier in het schreef. Ze hebben weer jurkjes en spijkerbroek en godweer. En onder in de tas een kasteelromannetje zoals het dan heet. Want altijd gewoon in de bus, dat je simpel en staat gek van. Maar het was allemaal niet schreven als ze maar schoonheid aan de stad kunnen vervangen. Doe zo, ik denk dat ik zo doe, dat ik een beetje schoonheid toevoeg. Maar ik heb er twee of zo. Wat doen ze de mensen in Enschede? S'avonds gaan ze naar de cursus doen. Van de nuttige handwerker of zo. Of ze leert zijn Spaans gebied. Dus ze slaat een prijsbureau. En als ze dat zo gaan zitten. Dus altijd ijverig dingen doen. Met alles ten meerdere glorie van Enschede. Hou ze in ere. De Bianca's, de Jolanda's, de Yvonne's, de Miranda's, de Mieke's en Ankus, de, nou, noem je die namen allemaal maar op. Want voor jullie allemaal is er ergens in deze amorf van Massa een kerel die zegt van, hallo, ga weg. Kom in mijn huis hoor, ik heb wel echt klaar. En er lopen mijn kinderen weg of zo. Nou, dat gebeurt hè. En dan wordt Enschede nog mooier met al die zwangere meisjes. Die bolle buiken. Dat is niet genoeg gekregen te worden. Nou ja, zo kan ik nog wel uren doorgaan. Maar ik denk dat het OH is dat. Citaat, zeg je. Dat is voor jullie aandacht. En denk op meisjes. Dit gedicht is ook door Bert geschreven en door Tom op muziek gezet. Steeds hier samen. Het is het landschap van altijd keer ik weer.